Op het Kelfkes Bos in Nijmegen Centrum is vrijdagmiddag het tijdelijke bezoekerspaviljoen geopend. Het nieuwe duurzame gebouw staat volledig in het teken van Nijmegen European Green Capital. De inrichting is volledig van hergebruikt materiaal en de buitenkant is gemaakt van boomstammen. De zonnepanelen zorgen voor de energievoorziening. Iedereen die informatie wil over Nijmegen Green Capital kan hier een jaar lang terecht.